Kamervoorzitter Martin Bosma zal toch niet aanwezig zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden aankomende maandag. Het is de uitkomst van een overleg met NINSEE, de organisatie achter de herdenking. Het besluit komt na weken vol met discussie over de komst van Bosma. NINSEE liet eerder weten dat Bosma pas welkom was als hij excuses zou maken voor zijn eerdere uitspraken. Zo wilde Bosma in zijn tijd als PVV-politicus nog de excuses voor het slavernijverleden terugdraaien. Bosma liet eerder weten ondanks de kritiek gewoon te willen komen, maar heeft vandaag naar eigen zeggen in samenspraak met NINSEE besloten de uitnodiging in te trekken. Er zal dit jaar niemand namens de Tweede Kamer een krans leggen. De organisaties die protest hadden aangetekend tegen de komst van Bosma zijn tevreden met zijn wegblijven. Volgens NINSEE is dit de best mogelijke uitkomst gezien de omstandigheden. Was het niet ook goed geweest om hem toch te laten komen, om hem te confronteren eigenlijk met de verhalen uit het slavernijverleden? Niet op de herdenking. Ik denk dat je dan op een ander moment moet zoeken om met hem in gesprek te gaan. Maar de herdenking centraal staat de slachtoffers van de zoveel mensen die in slavernij hebben geleefd. En daar moet je eerbied en op een waardige manier herdenken. Zonder Bosma dus? Zonder Bosma. Het excuus of wat dan ook was wel zeer noodzakelijk geweest voordat hij eer zou betonen aan onze voorouders. Maar omdat hij het niet meent, ben ik heel blij dat hij niet met een vals gezicht dat gedaan heeft. Verslaggever Nicolai Brennan, jij was bij de gemeenteraadsvergadering waar het over de komst van Bosma zou gaan. Wat waren de reacties daar? Ja, hierachter de scherm wordt al dagenlang gewerkt aan twee moties rondom de komst van de heer Bosma en zijn rol als Kamervoorzitter. Een motie ging zo ver, die was van Denk, dat hij eigenlijk opriep om de heer Bosma bij alle herdenkingen in de stad ongewenst te verklaren. De andere motie was een wat afgezwaktere vorm en die vroeg eigenlijk van de heer Bosma om excuus te maken voor zijn uitspraken. En ook de excuses die het kabinet in 2022 aanbood voor het slavernijverleden om die te herhalen. En toen kwam opeens dat bericht om 1:30 dat NINSEE zei, ja, wij hebben de uitnodiging voor de heer Bosma ingetrokken. Ja, of die moties dus morgen hier nog besproken gaan worden is nog maar de vraag. De raadsleden zijn in ieder geval opgelucht over de reactie van NINSEE. Tevreden, maar de Tweede Kamer moet nog steeds vertegenwoordigd worden. Dus het zou fijn zijn als ze iemand sturen die het meent. Die hebben ze wel nog in de Kamer, nu nog. Dus ik zou zeggen, toon het lef, toon het respect voor de herdenking en de mensen die daar zijn voor het respect voor hun voorouders. En stuur iemand die het meent. Dit bevestigt eigenlijk het gelijk van de zwarte gemeenschappen. Want die zeiden, bied excuses aan en dan mag je komen. Nou, hij laat het na om dat te doen. Dus dan denk ik dat het beter is dat hij nu gewoon wegblijft. Helaas kan de heer Bosma zich blijkbaar niet verzoenen met het standpunt dat de Tweede Kamer heeft ingenomen. Namelijk dat er excuses worden gemaakt en dat de slavernijherdenking van belang is. Ik hoop wel dat de Tweede Kamer in zijn geheel tot de opvatting komt dat het van belang is dat er een vertegenwoordiger is. Had u ergens de hoop dat de heer Bosma misschien zou inkeren, een excuus zou maken en misschien het excuus van het slavernijverleden zou herhalen? Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat de Tweede Kamervoorzitter de opvatting van de Tweede Kamer vertegenwoordigt. En dat is, want daarop is namelijk het excuus van de minister-president gebaseerd, dat is dat er excuses moesten worden gemaakt.